zijn hele jachtgebied. En daarachter, daar, wacht even, zeg ik dat goed? Ik ben laatst via die kant gekomen. Ja, daarachter, waar ik nu wijs, bij die zwarte boom, daar ja, en dan naar beneden, daar heb ik laatst gestaan. En toen heb ik hem via die kant kunnen filmen. Dus hij zit officieel, hier zit hij misschien, bij dat open stuk. Wacht. Kan zijn dat ik iets herken. Ja, ik hoor hem. Ik hoor hem. Hoor je dat? Goed luisteren. Hij is vandaag heel schuw. Iedere keer als ik zeg dat je goed moet luisteren, dan houdt hij zich stil. Kijk, een beetje uitzoomen. Verder kan ik niet. Wow. Ik ga weer naar beneden toe. Kijk dan. En nu zien jullie pas hoe hoog het hier is. Dit is het pad. En dan heb je hier... Kijk dan, dat pad. En dan heb je hier die berg recht omhoog. En dit is ongeveer ooghoogte. Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, dit is ongeveer ooghoogte voor jullie dan. Maar moet je zien hoe extreem dicht bos dit is. Niet normaal mee, jong. Weet je wat zich hier allemaal tussen kan verschuilen? Echt enorm veel. Kijk dan, nu kan ik er niet overheen kijken. Omdat mijn ooghoogte, dat reikt precies tot daar. Kijk dan, en dan krijg je dit stuk nog. Maar als ik nou zo straks daar op die berg ga staan. En dan precies op dat boomstrongetje daar. Dan kan ik mooi over alles heen kijken. Dus ik hoef hier alleen maar omhoog te lopen. Hier op te gaan staan. En dan kun je hier alles overzien. Moet je kijken, wat een uitzicht. Dus als je daar in de boom zit, ik kom hier van de week zeker nog terug. Ik heb nu 10 minuten nog en dan is de accu leeg. Maar ik kom hier van de week zeker terug en dan ga ik het eens proberen via de andere kant. Want via die kant heb ik hem wel kunnen filmen en hij zit altijd met zijn staart die kant op. Dus je zou zeggen vanaf deze kant dat je hem exact mooi in beeld kan krijgen. Maar ik weet alleen niet in welke boom die zit. Maar daar komen wij zeker nog wel achter. Geen enkel probleem, daar komen wij zeker nog wel achter. Nu gaan we eventjes hier de plek verlaten. Zo. Dan gaan we weer naar beneden lopen. Kijk dan, die plek hier. Hoe mega dat eruit ziet. Kijk dan, het is gewoon midden in het bos. Heb je een dal en heb je een enorme berg. En ik kan jullie die GPS-code laten zien, maar ik heb dit keer geen GPS bij me. Omdat ik niet ver van huis wil gaan. En dit gebied kan ik eigenlijk op mijn duimpje. Duimpje omhoog voor deze video. En dan nog wat over de Pokémons. Enzo Knol. Ja, 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 ja. Die is in Nijmegen geweest. Bij de Ooipoortbrug. En ik ga van de week ga ik ook eens een keer naar de meeting van Nijmegen. Bij de Pokémon verzamelpunt, meeting point. En dat is bij Nijmegen, bij de Ooipoortbrug. En dan zit ik te kijken dat ik misschien volgende week vrijdag of volgende week zaterdag, dat ik daar misschien heen ga. En dan ga ik eens kijken of ik die Pokémon-gastjes kan filmen. Want dat moeten er enorm veel zijn, hè. Dat is een hele club, die jagen die Pokémon's en dan... Piep, piep, dan flipperen ze met zijn telefoon, weet je. Dat is nu echt sinds 4 dagen is dat een rage in Nederland. En het is nu ook al overgewaaid naar andere landen. Dus, oei, wat is dat, jong. Kijk eens, dat brak gewoon een heel stuk af. Ik zakte gewoon helemaal weg. Toppie. Of ik moet beter uitkijken. Maar ik ga in ieder geval gewoon die Pokémon-gastjes kijken wat ze daar doen. Dat is in Nijmegen, dat is een hele oude gedeelte van de stad. En dan heb je een... lange trap naar beneden. En onder heb je een soort van vierkant. En daar zitten die gasten dan allemaal. 2 uur moeten ze wachten. En dan wordt die vrijgeschakeld. En dan gaan ze flipperen met de telefoon. En dan hebben ze hem te pakken, weet je. En dan krijgen ze een opdracht. En dan moeten ze weer verder. Kan zijn dat wij dat ook gaan doen. Maar wij willen Pokémon en
geocaching samenbrengen. Dus we willen de realiteit, dus het echte leven, dit dus, willen we met Pokémon samenbrengen. Dat wil Tony Pino gaan doen. Ik wil iets gaan ontwikkelen of iets. Dat je bij een Pokémon komt, ergens in het bos. En dat je dan ook een coördinaat krijgt. Dat je dan ook gelijk een geocache kan vangen. Die kun je meenemen naar huis. Een echt dingetje, weet je. Als jullie dat willen, zet het ook eventjes onder de video. Dat ik mee moet gaan geocachen. En dan komt dat wel in orde. Maar wij gaan nu dit pad. Dit pad gaan we gewoon af. We gaan even kijken wat er in dit pad is, jong. Kijk eens hoe extreem dicht het is. Kijk dan, moet je nagaan, als je met je telefoon hier komt, met je smartphone, ja, en je komt hier gewoon zo aan. Even de prikkelstruiken weghalen. Ja, en dan verschijnt ineens hier op je beeldscherm. Als je dan hier doorheen bent gekomen, verschijnt dan ineens daar zo'n Pokémon, weet je. Dat lijkt me echt vet. Zie je dat? Dat lijkt me echt vet. En om te laten zien dat het echt kan, heb ik iets voor jullie voorbereid wat jullie nog niet weten. En dat ga ik jullie nu laten zien, zo dadelijk. Kijk, want hier kom je dus op die open ruimte terecht, zie je dat? Kijk, en als je dan verder gaat, dan loopt het dicht. Maar hier kun je nog verder door al deze struiken heen. Kijk. En als je dan nog verder loopt. Kijk, hier heb je weer bruggenstruiken. Kijk dan die tas, hoe die eruit ziet. Oh, vet. Kijk, als je dan nog verder loopt, dan kom je op een open plek uit. In het bos. Zie je dat? Hartstikke mooi. Kijk. En als ik nou op dit punt, daar dus, mijn tas neer ga zetten. Zie je hier? Zet ik mijn tas neer. Maak ik hem open. Even grabbelen. En dan haal ik deze eruit. Let op. Aanzetten. Even de camera hier neerzetten. Kijk. Goed opletten. Wat er nu gaat gebeuren. Goed kijken. Klik. Aangekomen bij nummer 14. Oké, alright. Nummer 14. Kijk. En dan zie je daar bovenaan staan 14. En daar staat 39 meter. Dan klik je erop. Top geheime plek, top secret. Bekijk op kaart. Go. Kijk, die lijn. Zie je die lijn? Zie je het bos? Die gaat nu recht het bos in. Kijk, we krijgen een melding. Aangekomen bij 14. Alright. Kijk. Nu gaat het spannend worden. Nu wordt het spannend. Nu gaat het spannend worden. We komen daar bij het dichte bos. En we gaan de pijl volgen. Kijk. Goed kijken. We gaan de pijl volgen. Kijk eens. Oh jee. Het is nog 15 meter. Wat zou zich hier bevinden binnen 15 meter? Dit begint spannend te worden. 5 meter nog. Naar die kant. En volgens mijn berekeningen moeten we nu exact op het punt aangekomen zijn binnen de 5 meter.
Kijk, dit is de coördinaat daarvan. Ik zou zeggen, toets hem in. En ga zoeken. Dus hier moet het dus ergens zijn. En dan heeft hij 5 meter afwijking. Dus dan moet het hier ergens zijn. Oké. Het zou achter die bomen kunnen zijn. Maar hier is het dus. Kijk dan, dit is dus de plek. Dit is dus de plek waar de Pokémon wordt verstopt. Hier krijg je hem dus in je scherm te zien. En dan? Dan zijn de gasten hier. En dan ga ik hier ook nog ergens een geocache verstoppelen. Achter die boom of zo. Wat vinden jullie ervan? Zet even onder de video dat jullie dat een goed plan vinden. Je ziet het systeem werkt. Tot op de 5 meter nauwkeurig. Dus dan moet ik het bos weer gaan verlaten. En dat gaan we ook doen. Kijk dan, hier heb je een soort padje. Je zou er ook via deze kant kunnen komen. Goed zo, man. Vet. Nou, daar gaan we weer. Kijk dan, maar deze was echt goed verstopt, jong. Kijk dan, want officieel zit hij dus hierachter. Zie je dat? Hierachter zit hij bij die bomen. Wow, dan moeten we dit hele stuk weer terug. Kijk dan, gewoon dwars door de rimboom moeten we heen. Kijk dan. Als jullie willen dat ik daar een Pokémon ga verstoppelen en een geocache op die plek met die coördinaat, zet het even onder de video. Dan komt dat in orde. Dan komt dat voor elkaar, weet je. Dan ga ik dat doen. Als ik niet weer vast kom te zitten in de prikkelstruiken. Mijn god, dat meen je niet. Ah, iedere keer die struiken, jong. Vet. Ik heb officieel nog 1 minuut en dan is de batterij leeg. Dan hoop ik dat ik hier binnen 1 minuut het bos uit ben. Hoppa, weer prikkelstruiken. Volgende keer neem ik een kniptang mee. Dan ga ik al die prikkelstruiken wegknippen. Want ik word hier doodziek van die struiken. Echt niet normaal meer. Het doet gewoon pijn. Zo. We zijn het bos uit. Ik ga de vlog weer beëindigen. Dit is het pad. Naar de Pokémon Geocache. Als jullie willen dat ik hem ga verstoppelen, onder de video zetten. En ik ga de Pokémon geocache verstoppelen hier in het bos. Ik laat jullie thuis nog wel een keer de doosje zien. Het is ongeveer zo groot. Ongeveer zo hoog. En daar ga ik dan spullen in doen. En die ga ik dan neerdroppen. Zet even onder de video wat voor spullen ik in die kleine container moet stoppen. En de leuke reacties die worden beantwoord. En dan ga ik... ben moe. Dan ga ik dat ook doen. Nou, dan heb ik nog 20 seconden en dan is de batterij leeg. En ik krijg nu een melding dat die officieel leeg is. Tot de volgende vlog. Doei!